Good morning YouTube. Yo, gasten, welkom bij TeamNief. Ik ben Lietenel, oftewel Jeff. En vandaag hebben wij een potje Minecraft. Jawel, we gaan weer verder met de end. En we gaan Minecraften. En ja, kutkippen, ga naar je broertjes toe. Ja, ga je slachten. Kom. Rotbeesten. Ja! Kut, dood. Door die zombies. Altijd weer jullie broertjes, hè. Altijd. Ik ga oma Henk gewoon op jullie afsturen. Neem een ander in de maling. Hij gebruikte gewoon een target finder. Kan niet anders. Good morning, YouTube. Yo, gasten, welkom bij TeamDief. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. Ja, en jullie zagen het al. Het is een heel leuk videootje geworden. Ik had van de week het al aangegeven. Jongens, heb jij het idee dat jij mij goed na kan doen? Laat het me gerust even weten. En stuur gewoon jouw videootje op en zo. Nou, er zijn er maar twee die hebben het eigenlijk gedaan. En dat kwam ook eigenlijk door het hele mooie weer. Dit videootje die je nu had gezien, dat is Dave en hun. Die andere die ik opgestuurd heb gekregen, die was niet echt dusdanig van kwaliteit dat ik hem kon uploaden. Het was heel slechte kwaliteit helaas. Maar goed, dit was de videootje geworden. Ik vond hem wel erg grappig. Vooral omdat hij dat ome Henk stukje ertussen deed. En van, ja, die zombies hebben een target finder. Nou, ik vond het gewoon erg grappig. Devin, welkom op het kanaal van Team Dief. Ja, hartstikke bedankt. Ja, hey, iedereen die kent jou wel een beetje. En dat is natuurlijk van de video van de Tube Togethering nummer 8, toch? Dat klopt. Ja, jij zat achter in de wagen. Ja, inderdaad. Ik kan je wel aan herkennen. Ja. Samen met Mikey. Ja, samen met Mikey zeg je. En was een leuke dag. Maar goed, daar gaan we het niet echt over hebben. Ik had het idee van, nou weet je wat, ik laat jou winnen. En niet alleen maar omdat ik jou kan, maar jij bent gewoon de enige eigenlijk die een knappe video hebt ingestuurd. En ja, ik vond het erg leuk. Ik moest er wel om lachen. En ik had zoiets van, nou weet je wat, ik ga lekker het duweltje even met je doen. Hey, vertel even een klein beetje over jezelf. Wat heb je nog series lopen of zo op je eigen kanaal? Want je uploadt zelf ook, hè? Nou, ik ben dus even nu. Ik heb als tijdelijke series commentaries gewoon, wat Jeff nu doet. En ik wil nieuwe series ook gaan starten. Zoals ik zat te denken aan met mijn PlayStation 3 Guitar Hero te doen met een leuke facecam. En ook... Dat wordt een beetje een fun fit, hoor, dan of zo? Dat wordt best wel fun, alleen wel ook serieus. En serieus fun fit, oké. Okay. Ja, dat wordt dus juist heel grappig. En ook random class generator. Ja. En wat ik nu doe is eigenlijk een Minecraft Let's Play serie. Okay. En een beetje MineZ, een beetje Minecraft minigames. Dat is ook wat ik nu doe. En dat is het een beetje. Ja, dat is ook best nog wel populair, toch? Dat, ja, inderdaad. Wordt wel goed bekeken. Ja, want volgens mij heb ik wel eens een videootje van jou gezien. Dan moest je allemaal poppetjes neerhakken en zo. En weet ik van, ja, ik heb er allemaal geen verstand van, jongen, voor de rest. Maar goed, dat schijnt wel heel super populair te wezen. Oké, okay, hey, ben je op vakantie geweest? Ja, zeker. Ik ben ongeveer 2 weken nu terug van Griekenland. Lekker. En ik ben eigenlijk naar hetzelfde eiland als Jef geweest en dat is Kos. Ja. En op Kos heb ik leuke dingen gedaan. Zoals veel zwemmen en ook met quads gereden. Ja, en je bent ook goed in surfen, hè? Ja, surfen. En dat is windsurfen, toch? We hebben windsurfen gedaan, maar de vakantie hiervoor hebben we het in Frankrijk. En dan hebben we normaal surfen, golfsurfen gedaan. Oké, okay. Dat lijkt me wel super moeilijk, hoor. Ja, windsurf is inderdaad best wel moeilijk om te leren. En ja, je gaat veel vallen en dat is ook in het begin jammer, maar daarna, ja, dan begin je het een beetje te leren en dan sta je. En dan, ja, dan is het eigenlijk al best wel leuk meteen om te doen. Ja, dat is wel super vet dan. Hé, hey, maar wat is nou moeilijk, hè? Golfsurfen. Jezus, wat. Ja, ik ben echt een amateur met commentator, hoor, sorry. Maar wat is nou moeilijker, golfsurfen of windsurfen om te leren? Om te leren denk ik toch wel windsurfen. Want windsurfen moet je altijd rekening houden met al dat soort dingen. En vooral ook met de wind. De ene keer staat er meer wind dan de andere keer. Ja. En dan moet je zeil goed houden en dat soort dingen. En met golfsurfen is het wachten op de goede golf. En dan gewoon een beetje leren je balans te vinden op het bord. En dan
ja, dan sta je en dan ga je met de golf mee. En dan is het gewoon een kwestie van balans houden. Oké, en dan ga je dan ook gewoon rechtuit met de golf mee of ga je een beetje schuin op de golf zodat je aan de andere kant van het strand uit kunt zwemmen? Maar ik heb het nog niet zo heel veel gedaan, ik ben er nog niet zo goed, maar ik ging gewoon recht met de golven mee. Ja, en oké. Ja, schuin, dat is best wel moeilijk om zeg maar bochten te maken een beetje, dus. Ja, want je ziet wel eens van die filmpjes, zie je wel, en dan denk je, wauw, dit is wel kicken. Maar Ja, dat is hetzelfde als allemaal kitesurfen, oefenen. weet je, het is best wel moeilijk om dat onder de knie te krijgen. Nou, kitesurfen is vooral ook moeilijk, hè. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook gekitesurfd. En ja, ik heb een. Ben je huis aan het verbouwen of zo? God kan leren. Nee, maar goed. Ik heb dat kitesurf ook gedaan. Maar ja, ik had toen dat ongeluk gekregen met de auto. En toen ja, ging het eigenlijk niet meer met mijn schouders. En toen had ik zoiets van, nou, weet je wat, ik verkoop de klerenzooi en ik ga lekker YouTuben. YouTuben. Dat kan ook. Ja, toch? Oké. Okay. Hey, en ja, Kors, ben je met die kwats, ben je dan door die echt over het hele eiland heen Ja, gegaan en echt zo? rondom het hele eiland en ja, een beetje door de berg heen. En we hebben de hele dag ermee volgemaakt, dus het was wel grappig. Oké. Ja, we hadden hem 4 dagen hadden we toen een kwats gehuurd. En ik was toen met mijn ouders op vakantie, met mijn broer en met mijn vriendin. Toen had ik nog niet eens zo heel lang met Samantha. En toen ja, zijn we eigenlijk gewoon echt een paar dagen met die kwats aan het rossen geweest. En s'avonds ook, weet je wel. Dan gingen we wat drinken. En dan ging ik met mijn broer even een beetje ja, kloten met die dingen. Een beetje rachen, zeg maar. Ja, Dus dat was nou, wel heel wij hebben erg het leuk. echt maar echt 1 dag gedaan. Ja. En nou, de volle dag helemaal. Ja, inderdaad. Maar het is wel leuk. Hey, je gaat ook een videootje uploaden van de week. En dat is een Q&A. Misschien is dat ook wel eventjes leuk om dat even te vertellen aan de mensen. Want zo, ja, zodat jij dan ja, je eigen beetje voor kan stellen in je eigen video dan. Ja, inderdaad. En misschien hebben mensen zoiets van, nou, ik heb nog wel een vraag voor je of wat dan ook. Dan kunnen ze die gewoon stellen daarom. Dat is mijn nieuwste video, dus. Oké, hey, en tot wanneer kunnen ze die vragen gewoon stellen bedoel ik? Je hebt 2, 3 dagen de tijd en dan als ik de video ga opnemen, dan ga ik alle vragen beantwoorden. Dus in principe ja, 2 dagen. 2 dagen, oké. Dus over 3 dagen staat de video online, neem ik aan. Dan, zo'n beetje. Nou, ik zou zeggen, jongens, kijk allemaal eventjes op het kanaal van Dave en Hun. Ik zal ook even een linkje in de beschrijving zetten. Dan moet ik het niet vergeten. De vorige keer was ik het vergeten met de gastrol. Ja, gelukkig was het bij Brendan. Dat was niet zo heel erg. Was die link was ik vergeten. Amateur. Dus, nou ja, maar goed. Check gewoon even zijn kanaal. Heb je nog wat te vragen aan Dave? Stel het gerust in in die video waar je de vraag kan stellen. En dan gaat hij die Q&A natuurlijk maken voor jullie. Nou, wil je voor de rest nog wat kwijt, Dave? Want we hebben nog een paar minuutjes. Eerlijk gezegd, ja, niet echt. Niet echt, oké. Je doet ook nog aan dat skateboarden, toch? Oh ja, maar niet met dit weer. Maar Huh? ja, meestal wel in de zomer en ook een paar keer in de vakantie. Dan ga ik vaak skateboarden met wat vrienden. Onder andere ook Mike. En dat is gewoon hartstikke leuk. En dan gaan we naar verschillende plaatsen, zoals bijvoorbeeld de A8. Ja, de En ja, Bergamma, dan gaan we de gewoon Kogelstaan. Ja. een dagje skateboarden. Oké. En je doet het echt alleen maar in zo'n halfpijp? Of doe je het in zo'n Oh nee. skatepark? Of ook doe je het gewoon op straat? Waar je gewoon rechttoe Ja, aan. op straat, dat is ja, best wel moeilijk, want je hebt verschillende, ja, hoe noem je dat? Nee, verschillende dingen waar je op kan doen. Maar vaak heb je dat niet in de wijk en dan is straat is dat dan minder leuk om te doen. Ja, En precies. Het ja, is een op de beetje step baan. op een plank en ja. Ja, en dan moet je je omgeving vinden. Maar op de baan is het gewoon meestal wel ja, leuk wat je kan oefenen. En dan ja, is het gewoon oefenen, Ja. inderdaad. Ja, oké. Maar ga je ook wedstrijden doen daarmee of zo, of dat Oh niet? nee, wedstrijden doe ik niet. Ik heb het 1 keer gedaan, een wedstrijd. En dat was. De laatste keer. Dat was Oké. de laatste keer. Okay. Nee, Ja, maar dat was voor de grap. Dat was vorig jaar. En ja, nu heb ik dit jaar eigenlijk nog maar 3 keer een beetje geoefend. En ja, dat is gewoon een beetje inkomen van het jaar. Maar vorig jaar heb ik dus meegedaan aan een kleine wedstrijd. En ja. daar heb ik niet echt wat goeds voor gebracht. Maar ja, Ja. Oké. Okay. het was wel gewoon leuk om te doen. En daar gaat het natuurlijk ook om. Ja. De gameplay zit er al op. Davin, bedankt. Ik zou zeggen, jongens, check even zijn channel. Vergeet natuurlijk niet even een duimpje omhoog te doen. En ik spreek jullie later. Ciao. Later.